Met zijn succesvolle boek Society 4.0 schetst de hoogleraar strategisch leiderschap Bob de Wit zijn visie voor een nieuwe burgersamenleving. Met de peilingen voor de komende provinciale staatsverkiezingen is het in ieder geval helder: de burger wil verandering. Maar hoe zouden ze dit zelf kunnen aanpakken? Bob staat vanavond aan het desk en praat erover met behulp van zijn nieuwe boek Democratie 4.0. Ja, wij zijn er in elk geval wel over uit dat mensen verandering willen. Dat merken wij aan onze achterban. Dat merken we ook aan de gasten die hier aan tafel staan. Maar dat merken we ook door stukken die we tegenkomen in de media. We hebben er een paar op een rijtje gezet om het even in te leiden. Hier zien we een artikel van NH Nieuws. Dat is een poll. Ik heb vertrouwen in de politiek. En daarin zegt 90% van de respondenten, dus nee, geen vertrouwen. We zien Omroep Gelderland, dit is niet goed. Berend schrikt van laag vertrouwen in politiek. Rechts onderin zien we ook zien we de zetelverdeling van een aantal politieke partijen. Nou, dat valt ook heel laag uit. Dus dat geeft ons wel de indruk dat er verandering nodig is. En dat weet jij ook wel zeker, dat er verandering nodig is. En dat die ook gaat komen. Ja, nou, het nieuwe boek Democratie 4.0 is het vervolg van Society 4.0, hè, wat je al zei. En toen heb ik al aangekondigd, ja, we zitten echt in een periode maar eens in een paar honderd jaar voorkomt. We gaan naar een andere maatschappijvorm. Daarom noem ik het Society 4.0. En dan gaat het eigenlijk over hoe je besluiten neemt. En Society 1.0 was een feodaal tijdperk met agri-activiteiten. Een kleine groep landeigenaren konden alles besluiten. Daarna werd handel het belangrijkste, Society 2.0. Toen werden we een republiek, dat is een hele andere maatschappijvorm. Toen kwam de industriële revolutie, met de industriële massaproductie het belangrijkste. En toen zijn we naar het huidige democratisch systeem toegegaan. Dus voor de derde keer gaan we naar een andere samenleving toe. Dat noem ik dan Society 4.0. Eigenlijk wat ik heb gedaan is, in dat boek heb ik al aangegeven, we gaan naar een hele andere samenleving toe. Ik heb ook aangegeven, we weten niet waar het naartoe gaat. Er is altijd een spanning tussen mensen die top-down willen sturen. Dat is niet via geld of op een andere manier. Maar die geloven gewoon in een top-down samenleving. Dat is Plato vroeger. Dat is wat er nu ook gebeurt. En je hebt mensen die geloven meer in een burgerbeweging. Zeg maar de stem van het volk, Socrates. En eigenlijk die twee speelt nu ook weer. Het zijn altijd dezelfde dingen. Nou, een van de belangrijkste dingen die moet gaan veranderen is de manier waarop besluiten nemen. En dus moet de democratie vernieuwd worden. Wat we wel eens vergeten is dat democratie eigenlijk heel jong is. We hebben duizenden jaren geen democratie gehad. We hebben nu een bepaalde democratie. En die democratie werkt niet meer. Omdat wat we nu gedaan hebben in het industriële tijdperk was een democratie met een indirecte partijendemocratie. Met links en rechts, arbeid en kapitaal. Arbeid is geen factor meer, kapitaal wordt steeds belangrijker en data en digitale technologieën. Dus we moeten een heel nieuw democratie gaan bedenken. En dat zie je dus inderdaad, dat heel veel mensen die, ze weten niet waar het door komt. Vaak geven ze ook politici de schuld, het komt door jullie. Maar ik zeg, het is een ander tijdperk, we moeten naar een ander systeem. Ja, en dan wordt het heel erg onrustig, want de manier waarop we nu stemmen is niet gerelateerd aan de digitale samenleving waar we naartoe gaan. Ja, hoe die nieuwe democratie er dan uitziet, dat heb je beschreven in het boek. Die is afgelopen zaterdag gelanceerd. Ja, zaterdag hadden we de introductie van het nieuwe boek. En dat was een geweldige bijeenkomst. Mooi, ja. En daar was mijn collega Erwin Taams ook bij aanwezig. Ja. Die heeft er een verslag van gemaakt. Laten we even gaan kijken. Erwin Taams. Dit is echt een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid. Moet je goed realiseren, dit komt maar eens in een paar honderd jaar voor. En wat er nu gebeurt is belangrijker dan ooit. Zaterdagavond 25 februari ontving auteur Bob de Wit uit handen van presentator Tim Douwsma het eerste exemplaar van zijn boek Democratie 4.0. Als opvolger van zijn eerdere boek Society 4.0. Want om dat te laten slagen is volgens hem een nieuw politiek stelsel nodig. VN is geen democratie, die grote bedrijven zijn geen democratie. De NGO's, er zijn nu 40.000. NGO's, non-governmental organizations wereldwijd, 40.000. Dat is zeg maar een soort ministeries. Ja, dus we hebben 40.000 ondemocratische ministeries. Een Verenigde Naties hebben, die grote bedrijven, caritatieve organisaties. Er is op wereldschaal geen democratie. En ook in Europa is er ook geen democratie. Hooguit heel erg indirect. Dus we moeten eigenlijk helemaal opnieuw gaan beginnen. In de prachtige cultuurkerk op Hodenpijl te Schipluiden stonden uiteenlopende sprekers op het menu die hun licht over de visie van Bob lieten schijnen. Waaronder ex-burgemeester Bert Blazen. En die mismatch tussen dat systeem en wat onze samenleving vraagt,
Ja, die wordt eigenlijk met de dag groter. En wat onherroepelijk op een crash eindigt. U had het net al in uw lezing over de crash. Hoe ziet die eruit? Nou ja, ik zeg, als onze democratie niet van kleur verschiet, dan heb je een soort van tanker die op een kade afstoomt. En dat er onherroepelijk een botsing gaat worden. En we zien daar ook wel elementen van terug. De boerenopstand heb ik genoemd. Maar ook de gele hesjes in Frankrijk. Uitingen van onvrede. En ik denk dat die nog heftiger kunnen gaan worden als de democratie niet gewoon van kleur verschiet. Dus vandaar dat ik daarvoor pleit en daar aandacht voor vraag. Ja. En om daar goed doorheen te komen is perspectief nodig. Al dus Brian DeMello, hoofdredacteur van het tijdschrift The Optimist. Dat blad dat is bedoeld om mensen perspectief te bieden. Ik wil niet zeggen hoop, dat wordt ook heel vaak geroepen. Geef ons hoop. Ik zeg, ga naar de wc. Even een cursusje optimisme in 30 seconden. Oei. 30 seconden. Nou, probeer hoop te blijven houden, maar wel op een hele realistische manier. Dus ga niet lopen blije eikel spelen, met al respect. Maar kijk waar je dankbaar voor kunt zijn. Kijk naar mensen die het voortouw nemen in initiatieven die hoop bieden. Ik denk dat Bob er ook eentje is. Maar ook gewoon kijken naar de mogelijkheden van nu. Niet blijven hangen in het verleden. Dat is ook wel een belangrijk punt, denk ik. Wie van u vindt zichzelf een realist? Handen omhoog graag. Wie van u denkt dat er verandering in de maatschappij mogelijk is? Nog steeds? Ja, oké. Maar op een gegeven moment moeten de stem van het volk groot genoeg zijn en stevig genoeg zijn met een serieus alternatief. En dan komen we zelf een aantal partijen naar ons toe van zullen we samen gaan praten om te kijken hoe we het samen, hoe we een nieuw systeem kunnen gaan maken. Jij kent Bob al een tijdje. Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Dat is in de tijd nog geweest dat wij verbindingsavonden organiseerden. In een kippenschuur. Ja, in een kippenschuur. Die was omgeturnd tot huiskamer. En daar zijn we avonden gaan organiseren. Echt in het begin, ik dacht misschien komen er maar 20, 30 man. Maar er zaten binnen twee dagen 200 man. Ja, dat vind ik zo belangrijk om elkaar op te gaan zoeken. Ja. Weet je wel, we kunnen allemaal alleen zitten. Of frustrerend zijn dat je omgeving anders denkt of wat dan ook. Ja, dan is het zo fijn om dit soort avonden te hebben. En wie durft een beetje hoop te hebben dat die verandering er gaat komen? Oké. Ik heb goed nieuws van u. U bent een optimist. Dames en heren, het is volgens mij tijd juist om samen met elkaar te gaan bouwen. Wat verbindt ons met elkaar? En daarin heeft iedereen zijn eigen rol te spelen. Als we dat kunnen vinden, die sleutel, dan kunnen we echt stappen maken. Ja, de volledige reportage van Erwin Taams is vanaf morgen te zien op onze website blackbox.tv. Ja, deze nieuwe democratie, Bob, hoe zou die eruit moeten zien? En kun je ons misschien concrete handvatten geven van wat wij dan als burgers zelf zouden kunnen doen om democratie 4.0 te creëren? En wat belangrijk is om te melden is dat, ook wat Bert Blazen zegt, je gaat gewoon ergens naartoe wat je niet wil hebben. Dus je moet nu een alternatief hebben, een hoopvol alternatief. Hè, een beter democratisch systeem. En dat betere democratisch systeem begint bij de burger. Want je ziet ook dat de onrust en de mensen die opstaan, dat is weer vanuit de burger. Democratie gaat over de stem van het volk. Dus je moet weer teruggaan naar het volk. En we hebben veel presentaties gegeven in verschillende regio's. En je merkt ook wel, regio's zijn de basis van de toekomst. Van de toekomstige samenleving. En dus zijn de regio is ook de basis van de democratie. Dus we moeten weer teruggaan naar de mensenmaatschappij. Eigenlijk zie je twee grote ontwikkelingen. Eén is meer groter. Daar hebben we net een voorbeeld van gehad. Hè. Met wereldwijd gaan we naar één munt toe. Dus iets van centraliseren op wereldschaal. En tegelijkertijd zie je meer een decentrale, meer naar de regio toe. En het hele idee is dat, ik heb hier een totaal nieuw ontwerp van democratie gemaakt. Wat je heel vaak ziet, mensen zien wel dat het niet meer werkt. En als je vraagt wat wil je dan doen, dan komen ze met kleine verbeteringetjes. En dan ga je binnen een bepaalde systeem, hetzelfde systeem, ga je iets maken. En ik ben eigenlijk helemaal opnieuw begonnen. Want je moet gewoon een hele nieuwe samenleving maken. En ik ben ook democratie helemaal opnieuw gaan ontwikkelen. Begonnen bij de burger, bij de basis. En de regio is goed, omdat het net klein genoeg is om menselijk te zijn en groot genoeg om een zekere schaal te hebben. En wat ook heel belangrijk is, dat duizenden jaren is onze samenleving altijd heeft bestaan uit regio's. Dat is altijd zo geweest. Als ik nu een presentatie geef en ik vraag wat is een regio? Ik hoef in Friesland echt niet uit te leggen wat een regio is. Of in Vlaanderen, of in de Betuwe, of in Rivierenland. Dat weten ze heel goed. Dus dat is de basis daarvan. En dan vervolgens kun je ook met deze nieuwe technologieën kun je een directe democratie maken.
En dan zeggen we, nou, er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Een brug bouwen of zo. En dat, dan kun je gewoon rustig mensen zelf vragen, hoe willen we dat graag hebben? Dus dat is meer een, ja, we gaan terug naar de burger voor directe democratie. En wat ook belangrijk is, is dat er zijn natuurlijk een aantal vraagstukken die gaan over de regio heen. En daar moet iets anders voor bedacht worden. En daar moet je dus volksvertegenwoordigers, burgervertegenwoordigers hebben. Die eigenlijk aan twee criteria voldoen. 1, integriteit. Dat is wel een belangrijke. Hoe meer geld en macht, hoe groter de kans dat het verkeerd gaat. Democratie is eigenlijk een feedbacksysteem om ervoor te zorgen dat er integere mensen komen. En de andere is deskundigheid. Ja, als het gaat om bijvoorbeeld een sluis bouwen of zo, ja, dan heb je een zekere deskundigheid nodig. Nou, dat komt van Karl Popper, deze indeling. Hè? Dus een goed politiek systeem moet om kunnen gaan met integriteit en deskundigheid. Dus dat is de basis. Ik heb dat een public merit score genoemd. Een public merit score. Okay. Dat gaat over deugden. Hè? Dus dat de vertegenwoordigers van het volk, dat zij deugen en deskundig zijn. En dat heb ik eigenlijk een beetje afgekeken van de Chinezen, maar ik heb het net omgedraaid. In China heb je een social credit score. En dat wil zeggen dat alle burgers die moeten, ja, er wordt alles wat ze doen worden bekeken door die technologie, met kunstmatige intelligentie en big data en zo. Alles wat ze doen, hoe ze betalen, hoe ze surfen, hoe ze in het verkeer zijn, wat ze over andere mensen zeggen. En in China moet je dan je burgerschap verdienen. En ik heb dat kan technologisch kan dat. En ik heb het net omgedraaid. Ik denk dat wij in Europa veel meer een cultuur hebben van vrijheid. Ik denk vrijheid belangrijk is, maar nog veel belangrijker wordt. En dan is eigenlijk iedereen vrij. Maar als je zo nodig de burgers wil vertegenwoordigen, ja, dan moet je met je billen bloot. En dan krijg je die public merit score. Dat is eigenlijk tegenovergestelde van de social credit score. En dan heb je alleen maar vertegenwoordigers van burgers die deugen, die integer zijn en die deskundig zijn. Nou, dat wordt dan een vertegenwoordiger van de regio. En daar vandaan kun je, ja, ook op Nederlands niveau, of Europees niveau, of wereldschaal. Maar dan doe je het altijd vanuit wat de wil is van het volk. Nou, wat kunnen mensen doen? We zijn al met heel veel regio's bezig. Daar zijn we het aan het invoeren. We zijn behoorlijk aan het groeien, zoals je net al zei. En het beste is om je dan aan te sluiten en zeggen van, nou, ik geloof ook inderdaad dat wij in onze eigen regio weer de regie moeten oppakken. Dat we samen moeten besluiten wat goed voor ons is. En dan kun je gewoon aansluiten en vanuit de regio, zeg maar je eigen regio, betrokken worden bij je eigen omgeving, bij de besluiten die genomen moeten worden. En dan zit je zelf weer aan de stuur. Ja. Als we dat niet doen, dan gaat de macht naar die grote partijen die denken van, nou, al die technologie die kunnen wij gebruiken om net als in China controle te krijgen over de mensen. Ja. En dat is toch weer dezelfde spanning als altijd en al die eeuwen geweest. Het is altijd de burgers aan de ene kant en aan de andere kant een aantal mensen in top-down aan de andere kant. Maar zit er niet een bepaald wantrouwen ook gewoon in de mens? Hè? Want je ziet het natuurlijk wel heel vaak bij politieke partijen, gemeenteraden. En dan vertrouwt de een de ander niet. Er is altijd een corruptieschandaal. Ja. Al dat soort zaken. Dus hoe ga je dat dan ook op dat niveau controleren en hoe krijg je dat? Want... Nou, ja. Ja, nou, eigenlijk is het zo dat de basis is dat je het aan de burger vraagt. Hè? Daar ga je vanuit. En als jij zo nodig de burgers wil vertegenwoordigen, ja, dan ga je door het systeem heen. Ja. En op elk moment mag de burger zeggen, nou, wat je nou gedaan hebt, daar ben ik niet mee eens. En dan kun je hem indienen. En dan ga je opnieuw, gaat er de score bepaald worden. Ben je wel deskundig en integer? Ja. En als dat zo is, dan kun je de mensen vertrouwen dat ze de goede vertegenwoordiger zijn op andere gremia. Ja. Dus daar begin je eigenlijk. Ja. En daar was ik ook nog wel daarop inhakend ook wel benieuwd naar, hoe wordt dat deugen, zeg maar, van de volksvertegenwoordigers gedefinieerd? Ja, dat is een hele goeie. En dat is ook, denk ik, een van de mooie aspecten van het systeem wat ik gemaakt heb. Omdat in verschillende regio's hebben ze ook andere normen en waarden. Ja. Dus je kunt ook zeggen, van in mijn regio hebben we gewoon een bepaalde geschiedenis. En wij vinden deze dingen belangrijk. Hè. Als je bijvoorbeeld in een katholieke provincie zit of zo, hè, dan vinden ze andere dingen belangrijk dan bijvoorbeeld in Zeeland, hè, waar smokkelaars zitten, ik noem maar even wat. Dus zij kunnen dan zelf bepalen, democratisch, wat staat nou voor bijvoorbeeld Friesland? Of wat staat nou voor Vlaanderen? Wat staat nou voor Rivierenland? Zij mogen dat zelf bepalen. En dan wordt democratisch bepaald en aan daarvan wordt die public merit score bepaald. Ja. Nou, dit zijn slechts een aantal ideeën van jouw nieuwe boek Democratie 4.0. Ik heb jouw boek meegenomen, misschien kan ik hem even laten zien aan onze kijkers. Je hebt er namelijk ook twee meegenomen die wij mogen weggeven. Ja. We hebben een prijsvraag voor verzonnen. We gaan er twee weggeven. En de prijsvraag is, hoeveel NGO's zijn er wereldwijd volgens Bob de Wit? Het is wel benoemd in het verslag
van Erwin Taams. Dan hoop ik niet dat ik te veel zeg. Maar je kan je antwoord insturen via blackbox.tv/Bob de Wit. Dus als je het antwoord op de vraag weet, stuur hem dan in. We verloten 2 boeken. En je kan het boek natuurlijk ook gewoon kopen. Als je denkt, nou, support your locals. Dan kan je het boek ook kopen via de link die we onder in deze video-omschrijving hebben gezet. Even kijken, mis ik dan nog iets? Nee, 2 boeken die we gaan weggeven. Volgens mij was dat het. Ja, dat is het. Oké, dan wil ik jou heel erg bedanken, Bob de Wit. En ik wens je heel veel succes met het bouwen van een democratie 4.0. Dank je wel.